Kim Schmitz, van harte gefeliciteerd. 3 zetels na 4 zetels. Denk je dat het aankaarten van de problematiek van de aankoop rondom het Kloosterkwartier u een extra raadzetel heeft opgeleverd? Nou, ik denk wel dat dat heeft laten zien de niet gewenste bestuurstijl die het college erop nahield. Dus ik denk wel dat het een hele grote factor is geweest. Ik ben er ook heel trots op. Ja. Is het nu wisseling van de macht binnen het bestuurscentrum? Nou, dat zou ik nog zo niet willen zeggen. Ik zou eerst willen kijken. Je kunt ook zeggen, de coalitiepartijen hebben minimaal verloren. Kun je natuurlijk ook zeggen, want CDA en het GOP hebben stuivertje gewisseld. D66 heeft zich gehandhaafd en de PvdA heeft 1 zetel verloren. Dus al met al denk ik, als je zo kijkt, dat de coalitie zeg maar niet is afgestraft. Trekt u het verlies van de verkiezingen zich persoonlijk aan? Ja, als lijsttrekker neem je in elk geval altijd de verantwoordelijkheid op je. Wat dat betreft voel ik het wel als verlies. Aan de andere kant, hoe gek het ook klinkt, zijn we best tevreden als je kijkt naar de uitslag, het aantal stemmen, ook ten opzichte van de vorige keer. En de campagne die toch de laatste weken meer dan stevig was, laat ik het even zo zeggen. Dus in die zin hebben we ook met een op een aantal punten sterk vernieuwd en verjongd team, hebben we toch een heel goed resultaat neergezet. Ik ben ook trots op de mensen wat ze allemaal hebben bereikt. En het voelt een beetje alsof we het net niet gehaald hebben. Toch, want ja, heel stilletjes hoop je toch wel op die 3 zetels die we de vorige keer ook hadden. Ja. Van niks op 3, dat is toch een behoorlijke prestatie. Ja, dankjewel. Het is inderdaad een behoorlijke prestatie. We hebben een flinke voet tussen de deur weten te zetten hier. En dat in het geweld van de krachtenveld wat hier al speelt. Waarbij er eigenlijk zo goed als geen campagne mogelijk was. Omdat er geen debatten georganiseerd werden, niks. Maar toch 3 zetels. Allereerst dan kiezers bedankt. Bedankt voor het vertrouwen. En dit gaan we de komende 4 jaar zeker ook ons voor inzetten en waarmaken. Hoe denkt de PVV als partij een verandering teweeg te brengen in de bestuurscultuur van deze gemeente? Ja, die vraag die heb ik volgens mij al een keer beantwoord bij jullie, maar dat is heel simpel. Wij vinden dat de burger niet alleen gehoord moet worden, maar dat er vooral naar hem geluisterd moet worden. Je kunt in die voren toren zitten, je kunt iets horen buiten, maar je kunt veel beter naar buiten gaan luisteren. En ook daadwerkelijk met die mening van die burger iets doen. Op vandaag is een burger geen domme kiezer die 1 keer in de 4 jaar zijn mening moet geven. Of moet kunnen geven. Nee, het is iemand die je mee moet nemen in processen. Het is iemand die je deelgenoot moet maken van besluiten. En dat is wat de PVV in deze gemeente vooral wil gaan realiseren nu. Wat is het streven van 50 plus de komende 4 jaar? Ja, dat is een moeilijke. Luister, we hebben eerst vanavond afgewacht. Het was, het is nieuw. Het is afwachten wat gebeurt. We zijn in principe blij dat we een zetel hebben. Van de andere kant, als je kijkt naar onze doelgroep, 44.585 kiesgerechtigde mensen in Sittard-Geleen, Born, boven 50 jaar, dan is het mager. Ik ben niet ontevreden. We hebben 4 jaar lang met 1 persoon in de gemeenteraad gezeten. We hadden er vorige keer weliswaar 4, maar in de tussentijd zijn er een aantal overlopers geweest. Die zijn we allemaal kwijtgeraakt. En we hebben een hele nieuwe partij kunnen oprichten met nieuwe mensen, 31 kandidaten. En ik heb het voorrecht gehad om de lijsttrekker van die partij te mogen zijn. En we zijn van 1 naar 3 zetels gegaan, dus ik ben niet ontevreden. Uiteraard hadden we graag meer willen doen, maar de kiezer heeft bepaald. Ja, het ziet er nou uit dat ik daar alleen zal zitten. En ik heb in de campagne laten zien hoe ik in de politiek sta, hoe ik in het leven sta. We hebben een positieve campagne gevoerd, met hart voor iedereen was onze slogan. En zo zit ik er ook in. En ik ben zelf als nieuweling hier in de politiek van Sittard-Geleen heb me behoorlijk verbaasd over de verziekte onderlinge verhoudingen. Nou, hadden we toch wel meer gerekend. En wij beschouwen dit in ieder geval niet als een winst. Gaat de D66 zich de komende 4 jaar meer profileren of gaat de partij zich weer vastleggen in een onwrikbare coalitie? Nou, zo zie ik het niet. D66 is altijd een partij die verbindingen legt tussen partijen. Zie je landelijk ook. Die leggen verbinding tussen rechts en links. En een partij die durft mee te regeren, dat is ook belangrijk. En dat geldt hier in de stad ook. Je moet altijd naar een uitslag kijken. Uitslag toont voor mij in elk geval een aantal bijzondere aspecten. En dat is met name het feit dat GroenLinks een zetel gewonnen heeft. Dus daar zal ook rekening mee gehouden moeten worden, schat ik zo in. Ja, dan heb je een PVV en die 3 zetels van het NICE heeft gehaald. Daar zullen we eigenlijk wel over moeten praten.
Ja, en de verder hebben wij een zetel gewonnen. Nou, dat denk ik dat wij goed gedaan hebben met een goede ploeg. En een breed vertegenwoordiging in de stad. En dat heeft ons even geloond. En nu de coalitie met het CDA en het GOP? Ja, weet ik niet. Daar doe ik nu geen uitspraken over. We gaan dadelijk een feestje vieren. We zijn de derde partij in Sittard-Geleen. Dus er valt niet om ons heen te gaan. En de komende dagen, de komende weken zullen we zien welke vorm een nieuwe coalitie gaat krijgen. We zijn niet blij, want we hadden het liefst gewonnen. We zijn ook meteen naar de winnaar van vandaag toegegaan. Dat hoort ook. Wat dat betreft betekent het ook einde verkiezingsperiode uitslag. Dan treedt een nieuwe periode in werking. En wij zijn bereid om bestuursverantwoordelijkheid wederom te nemen. Omdat we ook samen met deze coalitie, in elk geval, samen met het GOB, begonnen zijn aan een traject. Waarvan we ook hebben gezegd dat gaat verder dan een periode van 4 jaar. Wij hebben 1 zetel, daar zijn we hartstikke blij mee dat we in ieder geval terug zijn in de raad. Nou, vervolgens ben je dan ook zeker niet de partij die aan zet is als je het hebt over coalitie en oppositie. Dus wij hebben altijd gezegd, wij staan dadelijk open voor alle gesprekken die er komen. En wij willen sowieso onze eigen koers varen. Dus als wij al in een coalitie zouden gaan deelnemen, dan is dat ook echt met onze eigen punten. Maar ik denk voor nu dat wij ook terughoudend moeten zijn in de woorden coalitie of oppositie. Ook in het college heeft D66 wel degelijk een verbindende rol gehad. En we hebben op het sociale dossier onderwijs, misschien niet de meest zichtbare portefeuille geweest, want bij cultuur en sport sta je continu in de schijnwerpers. Maar er zijn wel heel belangrijke dingen gezet, ook onder de portefeuille van D66. We hebben afgelopen 12 jaar inderdaad geen deel uitgemaakt van de coalitie. We zijn er nooit bij gekozen. Het is zo dat je bent tot de coalitie wordt je gekozen en tot de oppositie ben je veroordeeld. En wij hebben steeds, zonder eigenlijk een opgave van reden, zijn we steeds buiten de coalitie gehouden. Ja, ik kan er niks anders van maken.